Oké, we zijn aan het laden. Ik had nog maar 10%, 36 range. Ik heb weer een laadpaal gevonden in de, echt in de middle of nowhere. Dat is altijd ergens. Zo een tankstation vinden, dat is meestal niet moeilijk. Hè. Dat is gewoon langs de weg, dat is goed aangeduid. Maar zo'n laadpalen zijn meestal van die grijze dingen al om te beginnen. Of zelfs soms, dit is nu nog een vrij duidelijke paal met aangeduide plaatsen. Maar soms is het gewoon echt zo'n stopcontact in de muur van een particulier die dat verhuurt en zo. Dus het is niet altijd even makkelijk om ze te vinden. En de laatste tijd ben ik al een paar keer vertrokken dat ik eigenlijk op voorhand weet dat ik niet genoeg lading heb om thuis te geraken. Dus dat ik mijn kabel wel mee heb voor de zekerheid. Plus, terwijl ik aan het laden ben. Oei, heb ik het niet meer? Ik dacht dat ik een kleine versnaping mee had. Ah, toch. Voilà. Maar nu is dat, ja, ik ga het nu volledig vol laten, dat zou een uur duren. Een uur en 50 minuten. Ja, ik denk, moest ik ooit een upgrade pakken, zou ik niet de extra batterij, maar de extra snellere lader nemen. Dus dan zou ik nu maar 50 minuten moeten wachten in plaats van een uur en 50 minuten. Maar ik ga sowieso maar een half uur of zo laden, hooguit. Ik heb, wat ik gedaan heb, ik heb een pakje weggebracht. Ja, dat zal ik nog wel een keer toelichten ook. Dat is in het kader van heel dat Xbox verhaal. Ja, ik heb dus al een paar keer met te weinig vertrokken. Nu had ik eigenlijk, dacht eigenlijk dat ik in Ninove moest zijn. Maar de keer dat ik dan onderweg was, besefte ik dat niet, ik was niet Ninove, maar Overijs. Dus voorbij Brussel in plaats van nog goed voor Brussel. Daarmee had ik maar 80% accu. En de andere keer was ik op het werk, was ik gaan werken. En had ik hem daar ingestoken. Maar waarschijnlijk had ik het contact niet opgezet om de override in te stellen. Want als ik dan toekwam s'avonds, was hem ook niet bijgeladen. Ik had niks gedaan, dus ik had hem foutje. Ja, ik zit hier nu toch vast. Ik kan eigenlijk beter heel het Xbox verhaal verder toelichten, ook nu dat ik hier toch zit. Hè. Dus het komt erop neer. Ik had een Xbox Classic van 2005 ergens of zo. Dus dat was de eerste generatie Xbox. Ik had daar een aantal spellen bij, maar ik heb die terug van zolder gehaald met de bedoeling om die spellen te spelen en dan bleek dat die stuk was. Mijn eigen Xbox. Dus dan ben ik op zoek gegaan op tweedehands naar een nieuwe Xbox, alleen een gebruikte Xbox. Ik heb er een gekocht voor 20 of 25 euro met de belofte dat die werkte. Geleverd te krijgen, thuis getest en werkte natuurlijk niet. Gelukkig wel mijn geld terug had. En dan een tweede, dus dat was al mijn derde Xbox. Besteld ook op tweedehands, weer iets van 20, 25 euro betaald. Die is wel langer onderweg geweest, maar uiteindelijk ook ontvangen. En dan dacht ik even dat die werkte, maar die valt continu uit. Dus kunnen wel een spel opstarten of zo, maar die valt eigenlijk bijna altijd uit. Terwijl dat die tweede, daar krijg je als je opstart, krijg je meteen een foutmelding dat de harde schijf niet gevonden wordt. Ze zijn duidelijk heel fragiel. Nu, ik denk dat die eerste is, mijn eigen Xbox is sowieso volledig kapot. Daar is een spoor kapot aan de Xbox zelf. Die valt niet te redden. Maar die tweede is denk ik wel te redden met een modchip. Omdat je, dus de foutcode die ik krijg is 07, dacht ik dat was. En dat betekent eigenlijk zoveel als dat de harde schijf niet meer reageert. Maar in die Xboxen, die harde schijven en die moederborden zijn aan elkaar gekoppeld. Dus dus je kunt dan niet zomaar een nieuwe harde schijf insteken. En dan die derde, die weet ik eigenlijk niet wat er daar mis mee is. Die valt gewoon uit. Ik denk dat er daar ook, ja, daar kan iets beschadigd zijn over de tijd. Dat zijn allemaal Xboxen van het jaar 2000, wanneer het uitkomt, 2003, zoiets. Maar daarmee, ik heb dus na drie pogingen heb ik het opgegeven. En in plaats daarvan, ik ga zelf niet de moeite doen van er een motje in te steken. Maar in de plaats daarvan, ik heb een oplossing gevonden. Daarom dat ik vandaag onderweg was met een pakje. Ik ben van alles aan het verkopen en ik ga dan met dat budget dat vrijkomt, ga ik dan een Xbox One S kopen. Dat is eigenlijk de huidige generatie Xbox. Je hebt de One S, die kost, de One S Digital Only, die kost 180 euro. De One S kost 300 euro en de One X is de versie met meer opslag. Ik denk dat ze altijd 4K zijn en niet dat dat een verschil is. Maar ik zou genoeg hebben met zo'n One. Is eigenlijk zo met die Magic Digital Only of zoiets. Daarmee zou ik eigenlijk al genoeg hebben. Ik kom hier op uit. Het is een comment dat ik gekregen heb van iemand dat die Xboxen allemaal compatibel zijn. Dus de huidige generatie die backwards compatibel zijn met die oude spellen. Allee, opgezocht en gelezen op de website van Microsoft zelf. En inderdaad, je kunt een origineel, dus een Xbox Classic game, je drive steken van je Xbox One S of One X, maar dus niet in de Digital Only, omdat je daar geen drive niet meer in hebt. En dan gaat hij eigenlijk
een geoptimaliseerde backwards compatibele versie gaan downloaden voor u en installeren. En dan kun je het spelen, maar er staat ook heel duidelijk op de website. Dus dat is allemaal kosteloos. Allee, je moet een Xbox kopen, je moet dat spel ooit gekocht hebben. Maar er staat ook duidelijk op de website dat de DVD zelf er moet inzetten om het te kunnen spelen, de download. Daarom dat je dus minstens de One S nodig hebt met Drive. En dat was 2,99 kost je overal. Nu kan ik even wachten, want die komt, de Series X komt uit. Dus de nieuwe versie, dan zal die prijs nog wel een klein beetje zakken. Maar hoe dat ik het ga oplossen? Je kunt eigenlijk alles met geld oplossen. Hè. En dat is de oplossing die ik bedacht heb. Veel denkwerk kwam er niet bij kijken. Hè. Maar ik heb een aantal dingen verkocht dus. De controllers heb ik net weggebracht. Ik had ondertussen 3 originele controllers. Heb ik weggedaan voor 45 euro. Dat is geen geld. Hè. Dus die mens mag content zijn. De 3 kapotte Xboxen heb ik ook in één set verkocht. Wel met duidelijke vermelding dat ze kapot zijn. Hè. Dat was 20 euro. Ook geen geld. Zeker als je weet dat er daar één van wel te redden valt als je de zin hebt om dat te doen. Ik heb nog een tablet, een Nexus 7X. Totaal niet gerelateerd, maar goed, ik heb die ook verkocht. Nog 35 euro. De modchip zelf. Ik had een modchip in mijn originele. En het is eigenlijk door die eruit te halen dat hij kapot gegaan is. Zo heb ik het beschadigd. Daar krijg ik 100 euro voor, dus dan zit ik al aan. Ik denk dat ik al 200 euro heb ondertussen. Ja, dus mis ik nog 100 euro. Ik heb nog een paar dingen, ik ben aan het zoeken. Een PlayStation 1 heb ik nog, mijn PlayStation 3 en mijn PlayStation 4 ga ik niet wegdoen. Die ga ik bijhouden. Anders heb ik er, ja sowieso, de 4 heb ik veel spellen op. Er komt binnenkort nog, de dinges komt er, dat ik wel, de 19e komt, Last of Us Part 2 uit. Die wil ik zeker spelen. Maar daar heb ik nog veel dingen van dat ik wil spelen. Dus die verdwijnen zeker niet. Eigenlijk mis ik nog 100 euro, dus als ik die PlayStation 1 nog kan verkocht krijgen. Daar zit ook een spel bij GTA, denk ik. GTA 2 of zo. Dus echt nog. Ik denk dat zelf nog platformen zijn van boven kijkt. Ja, dan denk ik. Allee, dus noods moet ik nog 80 euro of zo investeren erin. Dat wil ik nog wel doen. Zin. Want die oude, ik kan nog die oude spellen proberen verkopen ook. En zien of ik altijd. Ja. Dat is het nadeel van mijn versnapering. Ik sta er tussen. Ik moet daar nog de volgende lopen. Enkel voor zwerfvuil. Ja, als je dat niet insteekt, wordt dat automatisch zwerfvuil of zie ik dat niet verkeerd? Het is ongelukkig geformuleerd. Ik denk dat we gewoon bedoelen dat we geen vuilstoffen mogen droppen. Ik moet nog een kleine 40 kilometer. Als ik aan 30% zet, ben ik weg. Ja, die 80 is niet realistisch. Dan moet ik 70 per uur blijven rijden zoals ik nu gedaan heb. Voilà.